mij de eerste keer in Monmakerstadion en ik proef gelijk de sfeer al, ook al zijn er heel weinig supporters. Het was voor mij wel een lekker gevoel om toch je minuten te maken hier. Ik denk dat je het vooraf ook heel anders had ingesteld toen je debuut maakt, de officieus debuut maakt bij RKC. Met wel meer publiek en wat andere omstandigheden dan. Ja, maar ja, we zagen het wel een beetje aankomen, vooral ja, in de winter. We zagen toen ik mijn contract had getekend, wist ik al van oké, de corona is, nou, die komt eraan. Dus ja, het was gewoon even afwachten wanneer het, wanneer het wordt zoals het was. En, ja. Je hebt natuurlijk lang op moeten wachten, eerst aan de blessure gehad, vervolgens eerst een kopcontact getekend en toen natuurlijk corona gekregen. Was je naartoe om eigenlijk je officieel debuut thuis te maken? Ja, zoals je al zei, ik had het wel anders in gedachten. Ik hoopte wel met de competitie mijn echte debuut te maken. Heeft toen niet zo mogen zijn, maar dit is ook gewoon prima. Dit voelt gewoon heel lekker voor me. Vooral dat thuisdebuut. Ik heb al wel minuten gemaakt bij Almere en Ajax, maar dit is toch wel iets anders. Wat vond je vandaag van de wedstrijd? In principe best goed. Voetballend zat het er goed in. We creëerden kansen, we waren dreigend. We hadden de overhand, naar mijn mening. Maar ja, als je ze niet maakt, dan, ja, dan krijgen ze tegen. Ja. Je had vandaag aanvallend heel erg betrokken, had ik het idee. Ja, dat heb ik wel gehoord. Maar in het veld, dat heb ik net ook aangegeven, in het veld merk ik dat niet zo. Dus ja, ik probeer gewoon mijn ding te doen. En als dat zo is, ja, dan is het mooi meegenomen. Ik zag je namelijk acties maken, dribbels maken, een aantal trucjes. Is dat echt je kenmerk, jouw speelstijl? Ja, de meeste mensen die me kennen, die weten wel dat ik daarvan ben, inderdaad. We kunnen ons nog veel verwachten van Samba, voetballen. Samba, ja, daar gaan we voor. Wat vond je zelf hier optreden vandaag? Kon beter, kon beter. Dan heb ik het zeg maar, over de details. Net op tijd diep lopen of de bal net wat strakker inspelen. Dat kon allemaal wel beter, maar ja, het is niet verkeerd. Het is niet verkeerd. En dan heb je 3 oefenwedstrijden gespeeld. Hoe zie jij dat op ervoor staan als team? Ja, het is nog steeds wel even wennen, want er zijn heel veel nieuwe spelers bijgekomen. Dus het is nog steeds even aanvoelen van wat zijn de kwaliteiten van de speler die achter je staat. Dus, maar dat gaat op zich wel prima, want de kwaliteiten die zijn er wel.